Holy shit, jongens. We hebben er eindelijk één. We kunnen vliegen. Kijk. Lekker, lekker. 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 Ik kan wel wat incasseren nog. Zij staat zo recht. Oh. Kijk, en nu kunnen we aimen. Aim op. En dan kun je nog... Hey daar, mensen van Het Games. Awesome dat jullie weer kijken naar de gloednieuwe video van Ark Scorched Earth. Haha, daar sta ik dan. Naast onze wind turbine die nog steeds niet draait. Ik snap niet hoe dit allemaal precies werkt. Ik laat er lekker donder mee aan de gang gaan. Wat ik wel weet is dat je iets met de wind moet doen. En nu is de wind 40% naar het westen volgens mij. Ik heb echt geen idee. Je hebt hier dus een wind turbine. En Don is even lekker bezig geweest. Want hij heeft hier een leuk draadje naar beneden. En dan zie je dat hij een fucking generator heeft gebouwd. Dus dat is echt super nice. En hier gaat het ook een mooi naar beneden. En dit gaat helemaal zo naar beneden. Dus hij is er druk mee bezig. En het gaat dus allemaal heel mooi naar de fabricator toe. Dat is in ieder geval super tof. Jongens, er is zoveel gebeurd. Het is echt ongelooflijk wat er allemaal gebeurd is in de tussentijd. Ik heb ook een nieuw setje armen gefixt trouwens. Maar we gaan eerst even naar buiten toe. Want zoals jullie zien, ik heb het dak even afgerond. Er was super veel stuk gegaan. En de railing was er boven helemaal af. En nu heb ik het mooi gefixt. Mooi, ik weet niet of je dit mooi kan noemen. We zijn er druk mee bezig. Ik heb geen idee wanneer dit af is en hoe het precies gaat worden. Maar ja, dat zien we vanzelf, jongens. Daarnaast hebben waarschijnlijk heel veel van jullie de video op Joost's kanaal gezien. Ja, de meningen waren nogal verdeeld. Sommige mensen konden het wel waarderen. Andere mensen dachten zo van klootzak. Ik probeerde Joost's beest te attacken. Gewoon voor de grap, man. Maar ja, dat mislukte volledig gewoon. En toen ben ik letterlijk 3 dino's kwijtgeraakt. Maar gelukkig, zoals jullie zien, we missen eigenlijk helemaal niks. Rudy is zo lief geweest om me even te helpen met tamen. Zoals jullie zien, hij heeft me met deze geholpen. Met de raptor ook, want ja, die waren we ook kwijt. En hij heeft me geholpen met de sabertooth. Yes, die staat hier ook. Terabut ook. Ja, de terabut waren we ook kwijt. We waren zoveel kwijt. Echt ongelooflijk. Volgens mij hebben we alleen deze papzakken nog. En onze steenhond. En onze dragonthorn. Maar dat is het eigenlijk wel. Holy shit, Don heeft een vliegvogel gefixt. Holy shit, jongens. We hebben er eindelijk één. We kunnen vliegen. Kijk. Hij kan scheetjes laten, dit beest. Deze hadden we dus nog niet. Don heeft hem blijkbaar gefixt. Want ja, ik heb geen idee of dat we deze hadden. Hij heeft alleen super weinig weight. Dus ik denk dat we dat best kunnen upgraden. Holy shit, dit is zo nice, jongens. Don, lekker gedaan, jongen. Oké, blijkbaar heeft dit beest dus hoeren weinig stamina. Dit is totaal gewoon niet praktisch. Dus ja, we gaan gewoon even terugvliegen. Zoals jullie weten, we waren met een projectje bezig. En met dat projectje moet ik echt verder gaan. De vorige aflevering had ik echt super veel metal gesmolten. Oh, daar zit hij allemaal niet meer in. Er is ook wat meer bijgekomen, volgens mij, zie ik. Even kijken hoeveel. Holy shit, we hebben 500 metal, ouwe. Dat is zo superveel. Oké, we komen dus echt in de buurt van die cannon. Want onze cannon is, even kijken, 950 metal. Alright. En we hebben ook cementic paste nodig. En dat is echt nog wel even kloten. Want ik heb hier nog wel wat cementic paste. Wow, wat de heck? Kijk zoveel olie we hebben. Oh ja, dat is sowieso dat platformpje van Don. Dat moet wel. Dat heeft hij goed gedaan, jongen. Oké, we moeten dus cementic paste fixen. En natuurlijk meer metal. Dus we moeten dit even allemaal gaan smelten. Ik kan wel wat spark powder maken. Super chill. 200 plus om precies te zijn. Heel erg lekker. Kost het wel goed dat steen. En steen kunnen we in principe wel goed gebruiken. Zit hier trouwens nog wat in? Ja, kijk, hier had ik wat in verzameld. Wat keratin en stone. Dus we kunnen al 67 cementic paste. Helemaal vol erbij maken. Super nice. Awesome, awesome. Dit is echt nice. Alright, we hebben super veel spark powder. We hebben echt meer dan genoeg, hoor. Ik hoef ook echt niet zoveel. Ik denk dat we de rest wel kunnen afkappen, zowat, joh. Kom, we kleren hem gewoon. Hoppakee. We hebben zo echt al genoeg, denk ik. Hier kunnen we ook cementic paste maken. Dus dat is echt super nice. 16 om precies te zijn. Is niet super veel, maar het is wat, jongens. We komen al dicht in de buurt van die 300 zo. Dat spark powder gaan we even netjes verdelen. Steek me aan, hoor. Lekker. Alright. Light the fires. Hoppakee. Alles staat aan op het moment. Nu ga ik even alles goed verdelen, want hier kan bijvoorbeeld nog super veel meer bij. Hoppakee. Dit gaat even lekker zijn gangetje. Hopelijk komen we dan op 950 metal. Anders moeten we nog wat erbij gaan hakken. Holy shit, we hebben goed en snel gedaan, jongens. Lekker bezig. We zijn echt lekker bezig, hoor. Ondertussen gaan we even koekeloeren bij de cementic paste. Die is druk bezig. Nice. En hier, even kijken of deze ook nog bezig. Oké, die zijn helemaal klaar. We hebben meer keratin nodig. Yes. Alright. Keratin. Oké, dan moeten we dus op jacht. Kijk, op precies. Ik heb al 200 te pakken. Oké, dat is super chill. Misschien hebben we nog iets in de kist. Ik heb geen keratin. Oh, sick. We hebben nog 150. Awesome, nice. Alright, cool, dit is echt nice. Nu kunnen we er weer 23 bij maken. Lekker. En deze maakt ook nog 40. Dus ja, we komen in de buurt. Ik denk wel dat het bijna gaat redden gewoon. Holy shit. Oh, die vind ik zo chill. Want nu kunnen we al bijna een kanon maken, joh. Voor de mensen gaan vragen, joh, Harm, waarom wil je nou weer zo'n kanon bouwen? Check even de vorige aflevering, staat in de beschrijving. We gaan namelijk een soort van Road to Stone Golem doen, jongens. Dat gaat pittig moeilijk worden. Maar ja, we gaan gewoon lekker ons best doen. Oké, ik ga even de metal vast erin doen. Maar dat is veel te zwaar natuurlijk. Dus ik ga het even in tweeën splitten. What the fuck, dat Don weer met Bola. Ik ga het even testen. Ik heb dat nog nooit gedaan. Als het goed is, kan je gewoon een soort van dino mee temmen of zo. En gooi. Kijk, dat is echt gewoon fucking sick, hé. Hey. Take oil. Oké, die pakken we sowieso. Hoppa. En daar ga je, jongen. Later. Fucking sick. Oké, jongens. Ons grote mooie beest. Hij moet het gaan doen, jongens. En hij moet flink wat stamina hebben. Deze heeft trouwens echt super veel stamina.
Oh ja, kijk, ze doen een dansje tegenwoordig. Wauw, dit ziet er zo belachelijk uit, jongen. Hij is al helemaal ready, jongens. Hij wil gewoon ook zo'n stone golempje tamen. Ze met die pace, kom maar hier. We hebben al 256 te pakken, jongens. Oké, er moet dus nog wat bij. En we hebben wat steen nodig, dus we gaan lekker wat steen verzamelen. Zo'n steen, want zo'n steen is zo'n hoog level. Maar hij heeft ook helemaal geen eten, joh. Wat eet zo'n beest eigenlijk? We haken gewoon zo'n cactusboom. Cactusboompie. Eet hij dit? Geen idee, waarschijnlijk niet. Nice. Oké, we pakken even de steen. Kan hij mij nu volgen? Dat is de grote vraag. Follow me, pik. Follow me. Oh yes, hij kan lopen. Super sick. Kijk, komt er al aan, jongens. Dit vind ik echt top, want hij heeft super veel zand bij zich. Kunnen we ook altijd goed gebruiken, natuurlijk. We hebben weer steen te pakken. Super veel. Kabam, we fixen er nog lekker 16 hier. Oh, kijk, we hebben hier een direwolf. Hou op met mij te volgen, please, pik. Ga weg. Direwolf, ik ga het met dit ding testen. Ik weet niet of dat werkt op zo'n beest. Ah, ik miste hem. Ik miste hem. Come on, yes. Gotcha. Oh. What? Een kalkoen, die heb ik nog niet eens gezien. Een turkey. We moeten trankies hebben, jongens. We moeten hem echt knock-out schieten. Oké, Don, heb jij iets? Alsjeblieft, zeg dat jij iets hebt. Come on, please. Ja, hij trank. Oh, wat? Nee, wat gebeurt er? Niet doen. Ze gaan toch niet dat beest attacken? Nee, doe dat niet, ouwe. Ik moest ook echt op passive zetten. Wat is dit jammer nou? Ah, de dire wolf, man. Ik wilde hem hebben. Oké, deze is ook level up. Sick. Jongen, ik moet ze echt allemaal even op passive zetten, want dit kan echt niet. Hoppakee. Waar is die terror bird? Ga je lekker verstoppen of zo, stom beest. Jongen, jongen. En ga even je weight upgraden. Oké, die moet even een paar leveltjes omhoog, hoor, dit beest. Ja, even lekker dansen. Ze dansen allemaal. Ik vind het echt niet leuk. Alright, we hebben weer 16 semantic pace. Super chill. Hebben we nu genoeg? Dat is de vraag. Nee, zeker niet. We moeten wat meer shit hebben. Carrotin plugs. Yo, dit beest is ook level up. Nice. Allemaal dansen. Fucking scheidbeesten, jongen. Echt. Oké, cool. We moeten keratin fixen, jongens. Maar ik weet niet precies waar je overal keratin uit krijgt. Trouwens, deze kalkoenen wil ik echt gaan tamen binnenkort. Oké, we killen dit. Misschien een iets leuks of zo. Hey, kom eens hier, 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 jongen. Ja, die gaat natuurlijk vluchten, dat beest. Hij staat hier, mooi, heel mooi staat hier. Oké, daar gaan we. Come on, kill it, kill it, kill it, kill it, kill it, kill it. Yes, bijna. Yes, hoppakee. Nee, die heeft geen keratin. Een kangaroo. Misschien heeft die wat leuks. I don't know, maar die heeft ook allemaal weg. Kangaroo, man. Ik wilde altijd al een kangaroo killen, man. Ja, en hij zit vast. Yes, alright. Nu ben je er geweest. Hoppakee. En die heeft wel pelt. Nice. Die hebben ook echt geen zak aan. Hij is wel level up trouwens. Hoppakee. Hij vet van silk heeft hij. Holy shit. Jerboa, heb jij toevallig keratin? Nee. Oh, ik heb 3 keratin trouwens. Ik weet niet hoe ik daar aan kom. Maar ik heb het. Oké, die pelt kan even weg. Dat hebben we nu echt niet nodig. Zo'n parasol, die killen we even. Come on, come on, come on, come on, come on. En... hoppakee. Nee, heeft ook helemaal niks. Volgens mij krijgt hij echt alleen maar uit wolf en zo. Ja. Wie weet trouwens zo'n beest? Wie weet, we gaan het gewoon even proberen. We gaan het gewoon even doen. Nope. Pak er eens een loot ook even mee. Zit hij in? Ik heb echt niks aan. Ah, raptor. Yes. Een raptortje. Kom even hier, jongen. Kom maar hier, kom maar hier. Goed zo, goed zo, goed. Nee, weer niet. Man, echt wolven. Het zijn volgens mij echt wolven, ja. Ankylo misschien? Of wat ligt hier? Wat ligt hier? Yes, we hebben keratin! Sick! Oké, ik weet niet wat we killden. Wat is dit nou dan? Oké, arrows, lachen. Okay, we killen de Ankylo even, jongens. Die gaan we even neerhalen. De beest heeft wel veel dood. Maar ja, boeien, we halen hem zo neer. Daar ga je. Doei, Ankylo. Kom maar bijna neer. En doei, yes. Oké, die heeft wat keratin. Super sick. Ah, en een wolf. We moeten hem killen, jongens. We moeten hem killen. Ik bedoel, er zijn genoeg wolven. We kunnen hem sowieso niet temen, want we hebben echt niks bij ons om hem te temen. Dus we kunnen hem sowieso killen. Maar heeft hij keratin? That's the big question. Tuurlijk heeft hij keratin. Wolf hebben altijd keratin, toch? Tering, deze wolf is sterk, ouwe. Yo, dit gaan we niet overleven. Dit gaan we niet overleven, jongen. Ouwe, hoezo zit ik vast? Yo, we moeten hem zelf helpen. Come on. Kill die wolf. Kill die motherfucking wolf. Lekker. Ik kan wel wat incasseren nog. Oh my god. Hij heeft hem echt gekillt. De laatste tik! Hoezo? Nee! Hier ligt hij gewoon. Wat? Nee! Oh, dit vind ik echt zonde, ouwe. Nee, man. Nou, we hebben 50 keratin. Hoezo ging hij dood? Ik ben zo ver weg ook gewoon. Ah, dit is zo zonde, ouwe. Want het was echt een van onze beste beesten ook gewoon. Hoezo heeft ze dat niet overleefd? Dat vond ik echt raar. We moeten dit hele hondeneind gewoon teruglopen. We moeten het binnenkort echt snel in temen. Of een wolf natuurlijk, een van die beiden. Rudy niks echt lang bezig is om al die shit te temen. Alright.
Alright. Keratin gooien we erin. We kunnen er 12 maken. Dat is steeds niet genoeg. We gaan even lekker met de raptor op pad, jongens. Oh, ik ben trouwens level up. We gaan even ons health upgraden. Yes, super belangrijk. Shit, eigenlijk moet ik movement speed even wat sneller hebben. Want dat is nog steeds... Dat is 104. Mag eigenlijk wel wat sneller. Oké, we gaan even zijn weight upgraden. Nice. Hij staat er gewoon te campen, joh. Fucking nice. Aha, we hebben hier een Ankylo. Die gaan we even killen, jongens. Dit beest heeft lang niet zoveel, die raptor. Holy shit, dat scheelt echt veel. Ik help hem wel even, anders gaat het echt zo lang duren, man. Dat duurt echt super lang. Hoppa, nice. Keratin erbij, super chill. Heeft dit beest ook nog iets... Yes. Holy shit, hij heeft ook nog 19 keratin. We hebben 24. Aha, daar beneden loopt een wolfie. Yes. Oké, we gaan even ver vallen. Dat doet hem vast pijn. Dat deed hem best veel pijn. Attack this animal, attack this animal. Oké. En ik help hem. Yes, come on. Come on. Deze... Oh, nee. Nu al stuk? Hoezo nu al? Attack maar. Ik kan incasseren. Yes, lekker. Lekker. Hoeveel heeft hij? Niks. Helemaal niks. Hij moet het ook niet gaan looten. Volgens moet ik het gaan looten. Dan krijg ik veel meer. En mijn armen is nu al stuk. Het gaat te snel gewoon. Damn. Nee. Doe het niet. Oh, tering. Die viel best ver naar beneden. Dit beest zit hier echt nog steeds te humpen. Wauw. Ah, ik was zo bijna dood. Holy shit. Alright, repair the shit. Super chill, jongens. Er lag nog wat keratin in deze box hier. Echt nice. Dus nu hebben we sowieso genoeg. We gooien er even 86 in. En we maken er even 22. Ik weet niet of dat genoeg is. Waarschijnlijk dus wel. En we regen ondertussen ook lekker weer. Dus ja, dat is helemaal mooi, hoor. Helemaal mooi. Kijk, we hebben precies 300. Hoppakeetje. Netjes. En nu gaan we even bij de metal koekloeren. Want we hebben zoveel metal te pakken. Holy shit, jongens. We hebben te veel metal. Alright, en het laatste beetje. 206. Yes, we hebben de 1000. Holy shit. Oké, kunnen we maken? Dat is de vraag. Hier staat hij. Alright, we hebben alleen nog maar Thatch nodig. Zo sick dit, zo sick. Alright, gaan we even Thatch hakken. Yes. Fixen meteen 300. Oh, het is zo leuk. En daar gaan we dan, jongens. Een cannon. Yes, we hebben er gewoon eentje. Yes, hoe sick. Kibbam. Hij weegt maar 4 kilo. Dat is een beetje raar. Maar dat maakt allemaal niks uit. We hebben gewoon een Canon. Hoppakee. Ik vind Canon ook veel leuker dan Sony eigenlijk, om eerlijk te zijn. Stem maar even upgraden. Lekker. Gaan we lekker dansen. Ja, ik weet dat je blij bent. Ik ben ook gewoon blij. We hebben een Canon. We kunnen natuurlijk ook hier een platform opbouwen. Maar nee, dat gaan we echt niet. Nee, daar heb ik geen zin in. Dat is ook niet echt nodig. En we plaatsen hem even recht. Dus hij staat zo recht. Kijk, en nu kunnen we aim op. En dan kun je nog een keer aim op. En dan kun je nog een keer aim op. Ik kan super ver aimen. Dus je kan wel een beetje richten, of course. Ja, hoe ver kan dit ding door? Ja, hoe ver kan dit? Oké, dat was... En je kan dan rechts aimen. Dus je kan dat ding lekker heen en weer schuiven. Dat is heerlijk, dit ding. Je kan dus één voor één een cannonball erin doen. Maar nu moeten we alleen even koekeloeren hoe we zo'n cannonball fixen. Cannonball? Ja, cannonball. Kijk hier. Hoppakee. Simple bullet hebben we daarvoor nodig. Simple bullet. Hoppakee. En nu doen we even een cannonball. Kibbam. Nice. Dan moeten we in de smithy craften. 4 obsidian. Dat is sowieso pittig. Want dan moeten we gewoon ver weg van gaan. Want ik weet niet precies waar obsidian zit. Maar dat zit waarschijnlijk in de bergen. Waar ook crystals zitten. Dus dat is echt kak. Maar gelukkig zijn het er maar 4. Dus dat valt hartstikke mee. Cementic paste 20 is ook wel te doen. Gunpowder is ook wel te doen. Maar metal ingots. Ja, je moet steeds 80 per balletje. En waarschijnlijk moet je echt wel 20 van die ballen in één keer schieten. Dus het is echt ongelooflijk hoeveel we er moeten hebben. Ik kan natuurlijk in één aflevering zoveel mogelijk proberen te verzamelen. Maar dat is ook een beetje eentonig en saai. Dus ik zal proberen wat resources in de tussentijd te verzamelen. Zoals bijvoorbeeld metal of zo. Of wat steen en shit. En dan gaan we binnenkort ook even goed op zoek naar obsidian. En dan fixen we goed van die balletjes. En dan gaan Don en ik samen op dit mooie beest. Gaan we met dat cannon ding schieten. Oh jongens, jullie willen dit zo graag. Ik ook. Ik wil echt zo'n beest. Een stone golem. Holy shit, als dat gaat lukken, echt waar. Kijk, we hebben ook nog zo'n magnify glass nodig. Daarvoor hebben we spyglass nodig. Hoppakee, dus dat gaan we beide even anchoren. Want die moeten we echt hebben. We gaan niet even de willekeurig dichtstbijzijnde stone golem doen. Nee. We gaan even goed koekeloeren welke we moeten pakken. Yo, wacht even. Ik kan dat ding nog even maken. Zal ik? Ik ga het gewoon doen. Fixen vast even zo'n ding. Ik ga het maken gewoon één. We gaan het gewoon doen. Fuck it. Kijk, hij zit er hier nog steeds. Ja, holy shit. Waarom? Oké, we kunnen ook hier opkijken dus. Dat is wel heel chill. Ja, hij zit me achterna. Dit beest. Oh, shit. Nee. Nee. Lopen. Want we gaan het gevecht niet eens aan. We gaan het niet aan. We gaan hier weg. Ah, holy shit. Oké, vlieg. Ja, dit gaan we niet aan. Dit moeten we niet eens proberen. Dit moeten we niet proberen. Oh, wat ben ik blij dat ik nu terug ga. Want dat beest is zo scheidvervelend. Oh, damn. Oké, jongens, doe het. Ja, succes met het beest. Hoppakee. Daar gaat hij hoor. Doei, hond.
Doei doei, koe. Doei doei, daar ga je dan. Hoppakee, daar ging je al. We kunnen als het goed is nu koekeloeren wat voor beest het is. Wat doe ik nou? Ik moet er niet echt op inlopen. Dat is dom. Ik moet hem even goed inspecteren. Alright, er komt, dat was een duidelijke steen. Oh, dat moet ik niet meer doen, joh. Oh shit, even afstand nemen. Oké, come on. Oké, dit is level 60. Kijk, hiermee kan je het level checken, ja? Man, ik wil het inspecteren. Nee. Ja, je moet echt ziek dichtbij verstaan. Oké, dat moet ik niet meer doen. Nee. Kom. Nee. Raptor, dit ga je niet doen. Dit ga je niet doen, Raptor. Holy shit. Ik heb het gehad. En weg. Genoeg inspectie gehad. Gaat er niet dat gevecht beginnen, überhaupt? Eén klapje en hij was weg, onze Raptor. Maar we hebben het gelukkig gehad. Zo is het goed, mensen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Even een duimpje omhoog. Heb je nog tips? Laat het even weten in de comments. Oh ja, we moeten ook nog zilver fixen. Ja, daar hebben we nog nodig voor de team. Dus ja, we moeten binnenkort gewoon weer weg. En dan moeten we super veel steentjes gaan hakken. Yes, ik heb er zin in, mensen. Ik hoop jullie natuurlijk ook. Tot de volgende keer. Later.